Steven, welkom. Of beter, u speelt een thuismatch vandaag. Aarschot. Maar voor de wedstrijd begint een kort interview met u. Ondanks het feit dat u in Aarschot woont, ben je toch al jarenlang supporter van Sporting Lokeren. Nu Sporting Lokeren Temse. Van waar die link? Wat heeft u daartoe gebracht? Ja, dat is een hele goede vraag, omdat mij eigenlijk die al heel veel gesteld is, heel mijn leven. Ik ben niet afkomstig van Aarschot. Mijn ouders die zijn afkomstig van Aarschot. Maar mijn vader die is rond zijn 25 verhuisd naar het Pajottenland, waar hij gemeentesecretaris kon worden in Galmaarden. Daar ben ik dan geboren, dus Galmaarden-Nienhoven. En al vrij snel werd ik supporter van Lokeren. En ik denk dat ik de enige supporter was in Galmaarden, de enige in de klas, de enige in de school. Dat is altijd de enige geweest. Hè. Waar dat ik ook ging, altijd de vraag van, ja, waarom zijn jij een godsnaam supporter van Lokeren? Ik ben geboren in 1974, dus toen dat ik 5 jaar was, spelen daar in Lokeren wel mensen gelijk Lubanski, hè. Wat later ook Larsen, Gut Jonsson, Verheyen, Mommes, Hogenboom. Dat zijn spelers die vandaag, denk ik, in de Belgische competitie niet te zien zijn. Dat zijn Europese toppers. Lato, die topscorer was op een WK, geloof ik. Lubanski, een van de beste spelers die ooit in België geweest is. Larsen, die dan nog dicht bij een gouden bal gestaan heeft. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het allemaal in Lokeren gespeeld heeft. En ik was daar als kind deel van. Ik voelde mij verbonden met die club. En dat was toch een afstand van een 100 kilometer. En mijn vader die reed met mij. Dus ik was volledig in tenue. Een tenuutje dat ik nog eigenlijk goed weet dat ik gekregen heb bij mijn eerste communie van Frank de Proost. Mijn neef die hier nu in het bestuur zit van Aarschot. Ja, die had een hele tenue, hè, de Dow Chemical nog. Je kent de truitjes. En dat kreeg ik met mijn eerste communie. En ik weet dat ik daar eigenlijk dan een hele week mee naar school ben gegaan. En zo zijn wij naar de voetbal gegaan in Lokeren en blijven gaan. En dat heeft eigenlijk geduurd tot nu. Gelukkig vanaf mijn 18 jaar moest ik niet meer een beroep doen op mijn vader. Kon ik zelf rijden. Maar dat is daar een beetje de geschiedenis achter. Wat dat die reden is, ja, de spelers. Maar ook, ik was fervent Panini-verzamelaar, dus alle stickertjes. En ik vermoed dat het ook wat mee te maken heeft dat ze het mooiste logo hadden voor mij, de kleuren en het logo. En dan ook dat het een van de eerste ploegen was waar mijn boekje vol mee was. Hè. Dus dat ik eigenlijk geen stickertjes tekort had van Lokeren. En voilà. En dat is eigenlijk mijn ploeg geweest. En als ze mij vragen, als ze dat dan toch niet liever gaan supporteren voor hier in de buurt, voor Aalst of voor Anderlecht. Ja, dat is supporter zijn. Dat is iets dat je hebt voor het leven. Hè. Ik kan me niet inbeelden dat je vandaag supporter voor A en morgen voor B. Bij mij, ik ben supporter, fanatiek supporter en zal dat altijd zijn en blijven. Dat klinkt heel bekend in de oren, maar er zijn ook mindere periodes geweest. Wat is dan de magie geweest dat je bent blijven plakken bij de club van je hart? Is dat een logo echt? En eventueel ook een stamnummer? Nee. Ik ben supporter van de club. Dat hangt eigenlijk bij mij niet zozeer samen als met dat logo of dat stamnummer. Ik weet dat anderen daar veel meer gehecht aan zijn. Maar het is die verbondenheid met Lokeren in goede tijden en slechte tijden. En de eerste slechte periode dat ik meegemaakt heb, dat was in tweede klasse. Het eerste jaar tweede klasse was nog een leuk seizoen. We speelden toen met, ik denk, Marcel Peper die werd aangetrokken. En we spelen daar toen toch ook om de titel te spelen, maar is helaas niet gelukt. Ik denk dat we daar op plaats 2 of 3 geëindigd zijn. Wel heel veel toffe matchen gezien. Maar dat tweede seizoen is helemaal de dieperik ingegaan. De eerste thuismatch voor 300 of 400 supporters. Ik was dan een van de weinigen die meeging naar Moes Kroen op verplaatsing. En wij stonden op een bepaald moment, ik denk op degradatieplaats in tweede klasse. Met vorig bestuur nog voor Lambrecht. En toen is Lambrecht, denk ik, gekomen. James Stormen als trainer.
En plots is het nog omgeslagen dat seizoen. En zijn we erin gebleven en het jaar nadien was de titel in tweede klasse. En eigenlijk zijn dat zo voor mij de hoogtepunten en de dieptepunten. Dat ene seizoen tweede klasse en het toppunt eigenlijk het seizoen tweede klasse dat we de titel gespeeld hebben. Omdat dat ook iets, een titel spelen is iets uniek. Hè? Ook die een beker spelen is uniek, Europees spelen is uniek. Gaan kijken naar Koller en Larsen en Lubanski is ook uniek. Maar voor mij is die kampioenenmatch op Kortrijk geloof ik dat die was. Ja, klopt. Hè, was toch een echt hoogtepunt dat mij bijblijft. Ja. Want daar wil ik toe komen, het hoogtepunt en het dieptepunt van de club, dat zijn die twee aanstaande seizoenen eigenlijk. Ja. Los van het faillissement, degradatie, andere degradaties, en dan de topmomenten, beker, Europees. Ja, ik voelde mij veel minder verbonden het laatste jaar in het jaar in 1B. Hè. Ik heb altijd een goede band gehad met Roger Lambrecht, hè. Ook een vriendschappelijke band. Dat was ook aanwezig op mijn trouwfeest, die dan ook nog eens op het stadion in Lokeren was. Ja. Dus we kennen elkaar goed. Ik ken ook zijn zoon Frank zeer goed. En dus de band met de voorzitter was heel goed. Hè. Telkens als hij mij... Of als ze mij belden in het weekend, ja, dan wist ik dat het geen goed nieuws was. Hè. Dan zat hij in de put, zoals hij wel meer mensen belde. Als je niks van hem hoorde, dan was het allemaal goed nieuws. Dat jaar dat wij naar tweede klasse of 1B gedaald zijn, was een rampjaar. Maar ik had nog altijd het gevoel, ja oké, het kan goed komen. Want zelf een jaartje zakken, hè. We hebben het vroeger meegemaakt naar tweede klasse en er komt dan een nieuw elan. Het komt nog goed. Hè. Dus ik had niet meer die... voor mij was dat niet zo een ramp. Hè. Het jaar nadien met Louis de Vries, dat begon op papier veelbelovend, denk ik. Hè. Ik had eerder verwacht dat Hans en Willy de club zouden overnemen. Hans ken ik ook al heel lang. Als vriend. En dat gebeurde niet. Hè. Het echte verhaal daarachter ben ik pas achteraf te weten gekomen. Maar toen ik de eerste keer contact had met de nieuwe mensen van Lokeren, met de vraag van ja, ik heb wel interesse om te investeren in de club. Dit seizoen, ja, toen was het antwoord, jongen, toch, jij weet niet welke mensen dat er achter mij staan. Rijke miljonairs, ik heb eigenlijk van niemand centen nodig. Ja, en toen had ik eigenlijk voor de eerste keer zo echt een negatief gevoel over Lokeren, eerder het beleid in Lokeren. En het heeft dan ook uitgewezen dat het de verkeerde richting is uitgegaan. En dat was bij mij met hartzeer, dat ik alles aanzag en aanschouwde. Maar langs een andere kant ook niet verrassend. En daardoor heb ik dat ook niet aanzien als de zwaarste teleurstelling. Hè. Of mijn negatiefste jaren. Omdat ik ook die betrokkenheid iets minder had. Ten meer omdat ik vooral zelf in Duitsland toen ook werkte. En tijdens de week meestal in Duitsland verbleef. En was die binding om elke week te komen kijken ook iets minder. Ja, en we zijn inderdaad afgegleden naar het welbekende faillissement. Toch een donkere periode. Hoe heb je dat zelf beleefd? En dan daarna zijn de gesprekken gekomen van toch een doorstart te maken, samen met de mensen die je al opgenoemd hebt. Hoe ingrijpend was dat? En hoe heb je die periode beleefd tot de effectieve opstart? Eerst dat faillissement en dan de periode naar de heropstart toe? Ja, ik was al vrij snel in contact met Hans, die mij af en toe informeerde over wat er speelde. Omdat Hans, ja goed, Hans is een echte lokere man. Hè. Hij woont naast het stadion. Ja. Grootouders of grootvader die oprichter was van de club, dus die zijn verbondenheid met de club is minstens even groot als de mijne. Ik had wel door dat hij iets ging doen, hè, samen met Willy. Dus ik heb dat eigenlijk niet als negatief ervaren, omdat ik wist wie er zou komen, hè, als het zou mogen. Hè. Want natuurlijk, de club moest eerst failliet worden verklaard. En ik denk dat daar heel veel tijd verloren is gegaan.
dat we daar misschien eigenlijk zelf de redding hadden kunnen betekenen nog in 1B. Hè, hadden we daar sneller kunnen ingrijpen. Hè, het faillissement minder doortastend had moeten zijn. Nu is het echt gelijk gemaakt met de grond. Hè, er was niks meer, hè, tot zelf het koffiemachine dat ze komen halen zijn. Totaal nieuwe club. Maar ik had wel een goed gevoel natuurlijk, omdat ik wist dat Hans en dan bij uitbreiding Willy er ook achter stond. Is het misschien niet beter van een volledig wit blad terug te vertrekken, dat misschien die nieuwe start ineens elan kon geven? Het is altijd beter, ook in de bedrijfswereld is dat beter. Start met een wit blad, maar ik denk niet dat wij met een wit blad gestart zijn. Ik denk dat wij alles wat wij het afgelopen seizoen hebben meegemaakt, dat daar voor 50% naweeën zijn van het faillissement van Lokeren. En andere helft perikelen of moeilijkheden, complexiteiten die gerelateerd zijn aan de overname van Temse. Want we starten niet met wit blad als zijnde Lokeren. We zijn Lokeren Temse. Dat betekent er is een verleden Lokeren dat je wel meesleurt, maar er is ook een verleden en toekomst Temse dat je meesleurt en opbouwt. Dus echt wit blad zou ik het zeker en vast niet noemen. We hebben daar ook heel veel perikelen en moeilijkheden gekend om eigenlijk die opstart mogelijk te maken. En ik denk ook dat iets is wat voor de supporters misschien minder zichtbaar is. De kosten die wij het afgelopen jaar hebben moeten doorstaan, tot uitkoop van een curator, dan nog het coronajaar. Dat heeft ons eigenlijk ook in veel schade berokkend. We mogen zeggen dat het seizoen zonder voetbal door corona, dat een tweede donderslag was bij Helder Hemel eigenlijk. Dat heeft ons geen goed gedaan. Nee, want ik denk dat elke andere club die de kosten heeft, of die moet afrekenen met de kosten eigen aan een stadioncapaciteit, werknemers die we in dienst hebben, zonder corona, dat die eigenlijk dat niet aankon. Dus ik denk, we hebben wat abonnementen verkocht vorig jaar. Los van de discussie vernieuwen of verlengen, maar we hebben abonnementen verkocht, maar die reiken niet. Zelfs misschien niet voor 10 of 15% van het hele leed of de hele kosten en investeringen die er zijn moeten gebeuren om de club in stand te houden. En dan noem ik het Temse mee in stand houden, Lokeren mee in stand houden, heropbouwen, het verleden meesleuren en zo verder. Met de pandemie net achter ons is het moeilijk om positief naar de toekomst te kijken natuurlijk, maar laten we toch proberen. Er zal toch gevoetbald worden, gelukkig met publiek. Met een kwaliteitsinjectie ook in de kern. De ambitie wordt nu zowel binnen als buiten de club uitgesproken. Hoe gaat u er zelf mee om? Zo wordt buiten de club uitgesproken. Daar hebben we natuurlijk weinig eigen inbreng aan. Maar ik denk dat dat een reflectie is van de kern die we hebben samengesteld. En ook van de ambitie die we hebben. Wij willen promoveren, het liefst via de titel. Maar dat is nooit op bestelling en nooit evident. Dus een tweede plaats of eindronde kan evenveel euforie meebrengen op het moment, zolang je het maar haalt. Waarom die ambitie? Ja, ten eerste, we hebben die achterban. We zijn Lokeren, we zijn nog steeds Sporting Lokeren. We leven dankzij, of overleven dankzij Temse, maar Lokeren slaat toch nog altijd aan bij fans en ook bij nieuwe spelers. Het maakt het aantrekken ook iets makkelijker. En als je kijkt naar vorig seizoen, de erfenis van Temse, de spelerskern van Temse, die het jaar voordien moest kampen tegen degradatie. Daar hebben wij de betere spelers in onze ogen allen van kunnen houden. Zijn er een aantal spelers die we gerust hadden willen houden, zoals Vincenzo de Kuyper of Alec Luyks, die dan toch gekozen hebben om elders te gaan acteren. Maar de kern, dus de spelers, de betere spelers zijn gebleven en aangevuld met de open gebreken die we hadden. Je hebt zelf vorig jaar al een matchje gezien. Je ziet, we scoorden heel weinig. Vorig jaar op Aarschot 0-1. 10 doelkansen, 1 goal. Gaan verliezen in Berlare. Ook daar niet
ja, ons echt onze afwerking kunnen tonen. Dus dit seizoen hebben wij geïnvesteerd vooral in spits en scorend vermogen. Maar ook in kopbalsterkte, omdat in de huidige reeks zien we toch dat er veel via stilstaande fases moet gebeuren. En als je kijkt, afgelopen woensdag op Kemzeker, een bepaald moment, corner. Ik zie voor de goal Gilles, Gianni, Sadou, Dennis van Varenberg, Simon. Dat zijn vijf jongens van rond de 1,90 meter. Dat hadden we vorig jaar niet lopen. Dat is een extra wapen. Hè. Dus ja, stilstaande fases plus jongens met diepgang, jongens met snelheid. Ik denk dat dat het verschil kan maken ten opzichte van vorig seizoen. Een positief beeld voor de toekomst, maar stel dat het nu toch niet lukt, is er een plan B? Ik heb in de bedrijfswereld bij ZVC Solarparken ooit een plan B gehad. Het is altijd een plan A, dus gewoon het plan. En dat plan gaan wij uitvoeren. Als bedrijfsleider heb je misschien meer invloed op de omgevingsfactoren. In onze sector is dat bijvoorbeeld de olieprijs of hoe ga je om met olieprijs, wat doe je tegen dit of tegen dat. Het voetbal is dat moeilijk, hè. Het is een spelletje. Hè. Het is niet omdat je de beste spelers hebt of op het blad staan hebt, dat je daardoor die wedstrijd wint. Hè. Er komt ook een dosis geluk bij, maar ik denk met de kern die we hebben, daar zit ervaring in, daar zit snelheid in, daar zit eigenlijk alles in. De staf die er staat, hè, Chris Janssens, Geert Tierink, het werk dat zij investeren in de ploeg, ook in het beter maken van spelers. Hè. Het is niet alleen spelers onderhouden op je niveau, het is ook echt beter maken als je naar die trainingen gaat kijken. Dat is ook waardoor dat we nu terug jeugd kunnen aantrekken. Ja, dan denk ik dat wij geen nood hebben aan een plan B en dat wij resoluut gaan voor die promotie. En halen we het niet goed, dan bekijken we opnieuw waar we volgend jaar staan en wat nodig is. En waar we als club mee geconfronteerd worden. Dat valt mij enorm hard op dit seizoen, op de voorbereiding, hoe sterk de spelers opgevolgd worden. Elke match wordt gefilmd. Fysiek worden de spelers enorm met een persoonlijk plan opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Bij wijze van spreken, elke training. Dat is wel een groot verschil met vorig seizoen. Dat moet u ook toch tevreden stellen. Dat stelt mij zeer tevreden. We hebben ook die investering gedaan. En we moeten nu niet naar het verleden kijken. Hè, want ik denk dat iedereen fouten gemaakt heeft. En dan vooral ikzelf ook naar spelers die gehaald zijn, die we eigenlijk niet hadden moeten halen. Trainers wisselen misschien te snel of te laat. Men kan over alles discussiëren. Waar men niet kan over discussiëren is over het feit dat we, denk ik, dit seizoen geleerd hebben uit die fouten. En ik denk dat we snel leren om vooruit te geraken. Het eerste wat dat we gedaan hebben is ervoor zorgen dat een trainer of een trainerstaf ook lokeren ademt. En dat die ook weten waar die club voor stond, wat een bestuur verwacht, wat supporters verwachten. En ja, Chris voelt dat perfect aan. We hebben Geert teruggehaald. Ja, de schat van ervaring binnen Lokeren die hij heeft, de manier dat hij werkt. Ik hoor van spelers individueel die toch zeggen, ja, dat hebben wij nooit meegemaakt. Zelf niet op professioneel niveau. Chris en Geert zorgen daarvoor. En door het feit ook dat men zo heel dicht alles opvolgt. Hartslag, hier denk ik zelf tijdens de opwarming, lopen onze jongens met de meters aan. Kunnen zij op elk moment ook ingrijpen op een training. Om te zeggen, oké, vandaag, jij gaat het nu even iets minder doen. Of dat is blessurepreventie. Dus ik denk dat dat eigenlijk heel goed zit. Maar goed, het moet zijn resultaten nog altijd hebben op training, op de wedstrijd. Maar het zijn toch factoren die je meeneemt. Ja. Die een bepaald risico toch al gaan verminderen. Als je alle risico's hebt rond een ploeg, dan zijn de risico's extra blessures, te weinig training, de juiste training. Dan zijn dat toch al puntjes die we kunnen afhaken en aankruisen als zijnde. Dat is gerealiseerd. Nog één puntje wat mij opvalt is dat in A en B is het gemakkelijk of gemakkelijker met een bepaald budget om spelers aan te trekken. Iedereen kent ze wel. Bij wijze van spreken zelfs supporters zijn altijd wel 10 namen die ze graag naar de ploegen zagen komen. Nu in amateur is dat moeilijker, want supporters kennen de reeksen niet. Een bestuur is dat waarschijnlijk, hoe is die scouting samengesteld dat op een relatief korte tijd toch wel goede namen zijn aangetrokken, bekend in het amateurvoetbal. Maar ik denk dat we de scouting moeten opsplitsen in twee zaken. We hebben de wedstrijdscouting.
waar we nu iemand voor hebben, ook met een lokeren hart. Wedstrijdscouting betekent goed de tegenstander gaan scouten. Op zijn zwakke, sterke punten, hoe gedragen ze zich bij balverlies, wat bij vrije trappen, hoe staan ze en zo verder. Tuurlijk, tijdens wedstrijdscouting kunnen altijd spelers opvallen. Maar als je weet dat we vorig jaar maar 3 wedstrijden gespeeld hebben, is er ook van scouting niet heel veel, ook niet heel veel over te zeggen. We hebben natuurlijk nu met dit seizoen vooral gefocust op jongens met een verleden eerst amateur of hoger. Simon Vermeijren, Toon Jansen, Gianni De Neve. En dan vergeet ik er nog een heleboel. Zijn jongens die, die gekend zijn. Dat zijn geen spelers die eigenlijk het niveau... Of die eigenlijk het niveau voor, dat zijn spelers die het niveau van tweede amateur overstijgen, ja. Voor mij. Dus denk ik dat daar al iets minder scouting op zich voor nodig is. Maar onze trainers, Geert en dan vooral Chris, kennen elk van die jongens. We hebben toch ook een aantal wedstrijden gezien vorig jaar, waar spelers die nu aangetrokken zijn al bekeken werden. Bijvoorbeeld Simon hebben wij ook zien spelen op Club Next. Of op dak nam, hè. Club Next tegen Lierse, hetzelfde voor Toon. Youssef, die hebben we vroeger gezien tegen Lokeren, hè. Lokeren Beerschot. Dus ik denk niet dat daar heel veel tegenvallers in onze transferpolitiek kunnen zijn, omdat het jongeren zijn die het niveau overstijgen voor mij. En bovendien ook al heel wat palmares kunnen voorleggen zonder dat ze afgeschreven zijn. Het zijn allemaal jongens van 25 tot 29 jaar. Dat is toch iets anders dan dat je 35-plussers gaat aantrekken. Even nog terug naar uzelf. Voor veel mensen bent u, ondanks dat u al jarenlang supporter bent van Sporting Lokeren en nu Sporting Lokeren Temse, toch nog een vrij onbekend persoon. Hoe ziet u dat zelf? U bent bestuurder, investeerder, sponsor. Is dat moeilijk om die evenwichtsoefening te maken? En hoe bepaalt u wanneer u wat doet? Well, ik kijk nog altijd op dezelfde manier naar voetbal. Ik beleef elke wedstrijd als supporter. En ik denk dat dat bij iedereen het geval is. Of dat je in het bestuur zit of niet. Ik heb nog altijd evenveel emotie bij het winnen van een wedstrijd of bij het verliezen van een wedstrijd. En dat kan misschien op een... als je wedstrijd verliest, kan dat misschien hard aankomen bij de trainer. Ik weet dat dat vorig jaar dan een paar keer gebotst heeft. Als ik zeg van, ja, hoe is dat mogelijk of wat hebben we daar gedaan? Maar goed, ondertussen, we staan een jaar verder. Ik heb mezelf daar ook al wel leren in beheersen en beheren. En ik denk dat Chris en Geert, we kennen elkaar goed. Of zij voelen mij ook wel aan. Die gaan daar ook denk ik helemaal anders mee om en kunnen daar ook tegen dat we een keer iets zeggen. En tot slot van de rekening, de club baat wel bij elk vorm van inzicht. Of het vorm is van een bestuurder, het inzicht van een trainer of van een supporter. Ja. Alle beetjes kunnen ons helpen. Maar ik heb eigenlijk ik zie mezelf niet als iemand met verschillende petten op. Ik zetel in het bestuur met Willy en Hans en Wim. En ik hou me bezig met de ploeg en ben supporter. Eenmaal als wij naar een professionele omgeving moeten, dan zal ik waarschijnlijk de eerste zijn die zal zeggen, goed, hier moet wel iemand komen op mijn plaats die het ook meer professioneel aanpakt. Maar tot het niveau van eerst amateur, denk ik, is dat op zich ook niet nodig. Wij werken allemaal ook gratis en met inzetvolle inzet voor de club. Ja, daar wou ik toe komen. Hoe moeilijk is het om te gaan met de druk? Want jullie leveren allemaal vrij veel inspanningen op verschillende domeinen. Maar er is nu een bepaald verwachtingspatroon binnen het bestuur zelf, maar ook daarbuiten met de supporters. Hoe gaat u ermee om? Want dat moet u toch voelen? Ik voel eigenlijk die druk niet. Er is wel druk. En supporters die gaan mee met de club. Wanneer het goed gaat, zullen zij terug zijn. Wanneer het minder goed gaat, Dan is men negatief. Ik weet dat ook wel. Ik lees ook wel eens op Facebook of het gastenboek. Of shoutbooks noemt het shoutbook. Nu. Lees ik ook wel regelmatig. Ik durf daar ook wel een keer op antwoorden. Ik heb een firma. Wij zijn beursgenoteerd al 6 jaar.
Ik heb daar aandeelhouders, ook vele Duitse privé-aandeelhouders. Daar zijn ook gastenboeken, daar zijn ook forums. Daar wordt ook op CEO's worden verwijten gesleurd. Vandaag zijn ze een goeie, morgen zakt de koers, zijn ze niet meer goed. Ik kan daar tegen en ik ben dat gewoon, zulke zaken. Dus ik trek me daar niet te veel, persoonlijk niet te veel van aan. En zie dat allemaal eigenlijk als een stimulans om beter te doen. En ik denk ook, kijk, we gaan ik ben overtuigd, we gaan een heel leuk seizoen tegemoet. We gaan spelen en we gaan meestrijden voor die titel. En laat ons hopen dat we volgend jaar het interview opnieuw kunnen doen. En dat we dan kunnen beginnen uitkijken naar een professionele club opnieuw. Dat is het ultieme doel? Dat is het ultieme doel. Een ultiem doel heb je nooit. Hè. Is dat 1A, is dat 1B? Ik denk niemand wil in 1B terechtkomen, want dat noemen ze toch de hel. Maar als je in 1A wilt terechtkomen, moet je via 1B. En de hervormingen die er nu aan het gebeuren staan, ook met die belofteploegen, het is denk ik stilaan de moment. We hebben het erover het laatst, denk ik, ik heb met u erover gesproken, of jij met mij, want je hebt er wel hele goede inzichten over wat die beloftenteams allemaal betekenen. Ik denk dat je daar een fantastische open brief hebt gestuurd of gaat versturen, die eigenlijk helemaal aansluit bij hoe wij als club denken over het hele fenomeen van de beloftenteams. Het betekent alleen, wij moeten het snel gaan doen. Wij moeten niet eeuwig in die tweede amateurreeks gaan blijven, want we raken dan dus ook niet meer uit. Nee, klopt. Tot slot, na een herstart, twee voorbereidingen, een non-competitie. Hoe plezant vindt u het eigenlijk nog? Is het nog altijd met volle goesting op elk moment dat u dit doet? Ja, voor mij moet het nog allemaal beginnen eigenlijk. Want vorig seizoen zijn we als nieuwe club gestart. We hebben eigenlijk niet gespeeld. Er is ook geen eindrangschikking bepaald. Dus het is het eerste seizoen. Laten we het hopen dat het het eerste volle seizoen is. Dat we gaan beleven. Dus het begint voor deze club nog maar. Hè. Het zal waarschijnlijk in het begin wat moeilijk zijn met supporters, omdat het nog niet altijd even duidelijk is hoeveel mogen er nu binnen gaan. Coronabesmettingen blijven stijgen, ondanks vaccinaties. Maar laten we hopen dat we terug snel naar volle capaciteit mogen. Of dat we toch thuis 3.000-4.000 man kunnen ontvangen, want daar ben ik wel rotsvast van overtuigd. Als ik dat pessimistische jaar tweede klasse opnieuw voor de geest haal, eerste wedstrijd 500 man. Het seizoen daarna, of hetzelfde seizoen, maar met goede teneur, zat er terug 3.000-4.000 man. En dat is denk ik wat ons allemaal bindt. Wij willen plezier maken en plezier hangt samen met goede resultaten. En ik ben ervan overtuigd dat we ze dit jaar gaan maken en dat mag iedereen terug wat doen dromen. Laten we dan samen ervan uitgaan dat we met heel veel enthousiasme werken naar dat één reeksje hoger om mee te beginnen. Bedankt voor het interview, Steven. Ja, graag gedaan.